En we zijn in het derde landje, Vanilla Stage, Vanilla World. Het eerste landje, Vanilla Dome. Nou, laten we dit proberen. Meteen een level ondergronds, dat heb ik nog niet meegemaakt hier. Ik heb het alleen gezien, natuurlijk, bij mij. Oh. Het is van wat ik zeg over hoe, ja, art eruit ziet. Ik vind die oh, oh jee, dat wil ik niet doen. Die vleermuizen. Ik vind het niet echt vleermuizen lijken. Daar gaat het mij een beetje om. En ik denk dat ze daar bijvoorbeeld wel meer tijd hadden in kunnen steken. Ook al is het maar één klein detail. En eigenlijk niet zo heel erg is. Maar... Oh, oh. Ik wil wel het veertje. Apart level. Ik kan overal nergens doorheen. Volgens mij heb ik een P-switch nodig of zo. Nee, moet ik daar niet in? Moet ik daar niet? Nee. Ga ik gewoon onderdoor. Is dat, was dat lotje? Nee, ik ga nog door, oké. Okay. Nou ja, zoals ik al zei, ik weet heel weinig van dit spel eigenlijk af. Dus nee, ik heb het nooit zelf echt gehad. Oké. Ik had gewoon sneller moeten zijn. Ik wist niet dat hij helemaal tot in de lava zakte. Mike is ook net terug. Ik ben net dood gegaan. Ik wist niet dat het landje helemaal tot in de lava zakte. Had het kunnen weten. Waar ben je dood gegaan? Ja, iets verder. Dit is wel lastig. Doe het dan wel moeilijk. Ja, maar even. Wat ik bedoel, ook net zoals ik al zei. Net ook, had ik het nog ook even. Ik vind het alleen dus bijvoorbeeld zoals... Die vleermuizen, of ja. Vleermuizen dat het zou moeten voorstellen, dat ziet er niet uit. Ik vind het niet uitzien. Ja, ja, dat merkte ik al. Ja, dat is echt mooi. Ja, ik dacht eerst ook, maar daarna kom ik achter. Maar... Ik weet niet, I'll take it for granted of zo. Ik dacht gewoon, ja, oh, shit. Kentjes, dat is snel. Wat ik wel, ken Yoshi's Island? Eigenlijk vervolg je Ja. Die ziet er echt super goed uit. Dat maar dat is dan weer een van de latere games. En die ziet er dan weer echt geweldig uit. Hoe kan je... Ah, kijk, select. Beetje apart. Je hebt zeg maar twee knoppen achter nog. L en R. Ja, L en R. Ja. Gewoon, ja. Maar die worden eigenlijk niet gebruikt. Ja, je kan de camera scrollen. Druk maar eens. Maar ik druk nee? Nee. Stilstaan. L en R. Hoor je dat? Hier, zie je? Oh, kan je scrollen? Kan je zien wat er voor je is? Maar, ja, kan ik dat ook zo spelen? Ja. Oh, dat is wel gaaf gedaan. Oké, okay. Het is dus even geduld hebben ermee. Ja, eerst de camera control. Shit. Maar ik gebruik het nooit. Ik vind het wel chill als Mario in het midden is. Ja. Hij is nu ook in het midden. Hij gaat automatisch toch er naartoe. Ja, als je zeg maar terug moet lopen wel. Ja. Het is kut, want je kunt die dingen niet kapot maken met vuurbloemen. Moet je echt dat schild... Ah, heb er nu twee vuur... Ah, ja. Shit. Moet je echt dat schild gooien. Juist. Wauw, nazi's. Zo vergeten tot het ding er stond. Ja, er is een manier om daar op te komen met een switch volgens mij. Met een veer kun je ook naar boven daar. Als je de cape hebt, bedoel je. Ja. Maar ik probeerde het net, ging dood. Goed zo. Was geen succes. Kijk. Snel doen. Ik heb het gemerkt dat ik hier heel snel moet doorheen. Ja, toch. Oh, je ging dood hier? Ja. Oh, ja. Kijk, dit keer gaat het goed dan. Ja. Tot bezig. Stomme schildjes.
mooi tot hier, behalve als je een kaart schiet. Zo, of dat. Fucking Matrix, jongen. Deze kun je ook weinig tegen doen. Dat is kut. Ja, klopt wel, ja. Je kan ze... Nee, je moet snel gaan, man. Je moet niet snel gaan. Spinjump kan ook niet. Jawel, ja. Je kan ook... Kan je op die maar ze gaan niet af dan, hè. Je stuitert er dan op. Je kan volgens mij alle spinjump doen. Boven, als je dus uit de lucht komt en doet spinjump, dan zak je er doorheen. Dus dat moet je niet doen. Maar volgens mij kun je overal spinjump doen. Wat gaan we doen, joh? Vak zelf moeilijk maken. Ja, natuurlijk. Ik hou mezelf bezig. Ja, het spel is makkelijk, man. Ja. Ik moet even wat shit doen, man. Oh. Hier gebeurt de munten. Ja, tuurlijk. Muntjes. Gratis level op als je al heel 5 hebt. Kijk, ja. Ik wil net zeggen, die Koopa kan er ook weer uitkomen. Oh ja. Hier kunnen ze er weer eruit komen, hè. Als je te lang vasthoudt. Ook in Super Mario Bros. 3, volgens mij ook. Ja. Ik weet alleen dat als ze te lang op de grond ligt, ze eruit komen. Ja. We zitten trouwens momenteel in Vanilla Land. Vanilla Dome. Vanilla Dome, ja. Wat was het eerste landje? Oh, kut, wat doe ik nou? Goed zo, het eerste landje, inderdaad. Kun je hier eruit? Ja. Hoe start dan? Select. Oh, daar ben jij. Oké, ja. Pech. Ah joh, geen zin om dat landje nog een keer te doen. Alle rode stages die rood zijn, ja. Daar zit het meerdere exits, zeg maar. Dus bijvoorbeeld die we net deden, die was rood, volgens mij deze ook. Mm-hmm. Nou, je hebt hier meerdere exits. Ja, ik denk dus ook zo puur omdat je dan dat veertje nodig hebt. Bij die vorige stage hebben die roze of paarse blokken heb je nodig. Dan kan je omhoog. Maar je kan het ook met een veer doen. Dan heb je Yoshi voor nodig. Nee hoor. Helemaal niet. Oh, je bedoelt blokken. Ja, nee, ik dacht dat het echt over schilden had. Zo. Nee. Hey! Oké, dat is gaaf. Ja, je physics veranderen als je iets vasthoudt. Zo cool. Dus ik wil meer dingen vasthouden. Het is wel zo mooi dat als je... Dat is hier wel. Tot als je iets pakt, tot je dan... hoe heet het nou? Tot je wel in één keer dat wordt, zeg maar. Ja, het heeft geen mushroom effect. Nee. Ja, dat is bij die andere wel. Ja, druk hem in. Druk shit in. Yes, ja. Sam gaat 10 keer makkelijker. Gaat-ie. Oh, tuurlijk. Vergeten. Niet die munt pakken. Welke munt? Nu kan je niet meer terug. Nazi-vissen. Charging Chuck heet ze. Ze komen in Super Mario 3D World, komen ze weer terug. Echt? Ja. Heel leuk. Het is wel grappig tot ze inderdaad nieuwe characters inplanten, weet je wel? Ja. Ja, nieuwe vijanden. Ja, zo moeten. Ik bedoel, je kunt niet altijd alleen Goombas en... Zit er Hammer Bros in deze game? Ja, die grote dikzakken. Die op de cloud zitten. Oh ja, het zit op zo'n vliegend ding, ja. Zie je alleen niet meer uit als Hammer Bros, want ze zijn tien keer zo dik geworden. Zo, die guy heeft zich getalenteerd, jongen. Alle drie, ja. Kopstoot. Oké, nou. Nog weer een worldje gedaan. Nee, een landje. Ja, een landje, ook goed. Same shit. World Land, you know. Same-o. Hoeveel worlds bestaat dit? Dit spel? Ja. Ja, mijn gevoel zegt gewoon 8. Dat is meestal zo. En World 8 is weer zo makkelijk? Nee, World 8 is heel makkelijk. Ja, dat ga je zo doen, joh. Dit spel ga je wel zo doen. Tenzij je de special stages gaat doen. Die zijn wel moeilijk. Maar verder, nee. Misschien kunnen we die ook wel gaan doen hierna. Oh ja hoor, ik vind het prima. Zeg maar tot we alle worlds hebben gehad, dan nog de special stages laten zien. Ik vind het prima. Volgens mij kan ik ergens naar boven. Oh,
Ja, code. Ik lees maar Nintendo Power, jongen. Ja, je weet wel echt meer over spellen dan ik. Je hebt iets meer erin gekeken, zeg maar. Vind je? Ja. Er zijn vast wel spellen die jij beter hebt. Ja, maar dat zijn vooral first person shooters voor op de PC en zo. Ja, dat heb ik niet veel gespeeld. Maar als het gaat om Super Nintendo games, dan weet ik het. Ja, ik denk dat jij... Gamecube games, daar weet ik al het meeste van, denk ik. Ja. Toen dat speelde, heb ik echt veel gespeeld. Ja, ik heb veel Dreamcast spellen gespeeld. Ja, dat heb ik echt nog nooit gespeeld. En Sonic spellen, weet je wel. Dat zijn toch de spellen waarvan ik denk van, daar ligt mijn profession. Ja. Ook vind ik Nintendo een stuk leuker. Ja, vind je het wel leuker? Ja. Het is wat meer samenhorigheid, weet je wel. Het is meer karakter bedoel je. Ja. Ja. Je kan meer met familie spelen. Ja, dat ook. Het is voor jong en oud. Echt voor jong en oud. Familievriendelijk. Nog steeds eigenlijk. Ja. En dat vind ik leuk, tot ze dat behouden, weet je wel. Ik bedoel, PlayStation en zo gaan momenteel naar online. Ja. Heel erg. Ja. Maar Nintendo ook. Smash Bros. Online, Mario Kart 8 online. Ze zijn wel heel laat hoor. Maar Mario Kart is nog steeds een familiespel die je ook nog dan online kan spelen, weet je wel. Ja, je bedoelt dus niet te vergelijken met van die massive shooters online. Of die online RPG's en zo. Ja. Wat zijn dat? Fuck zijn dat, Mike? Blarg. Dat is een blarg. Nee, serieus. Ja, dat is een blarg. Dit is een blarg? Ja, serieus. Zonder dolle, gewoon een blarg. Okay. Je bent wel professioneel in schilderdodge, heb ik gemerkt. Het is een beetje gewoon om... Ja. Goed erin te worden. Trouwens, dit is weer een game waar je geen Luigi physics hebt, hè? Nee. Het is nog steeds gewoon Mario. Het is hetzelfde sprite ook gewoon. Alleen een andere kleur. Ja, Super Mario Bros. 3. What the fuck? Super Mario Bros. 2 bedoel ik, is de enige die tot nu toe echt physics. Ja. En de character specifieke dingen liet zien, zeg maar. Zoals Peach die kan vliegen en dat zie je dan ook weer terug in... Ja. Weet nou? Spellen zoals... Super Smash Bros. Ja. Of had ik die genoemd ofzo? Ik weet niet. Geen idee. Keine Ahnung. Ik ben nog steeds bang tot hij terugkomt. Ja. Weet je wel. Eentje hiervan kan je in. Ik maak een grapje. Je hebt ook een game nu, een platformer, die helemaal op Luigi is gebaseerd. Super Luigi U voor de Wii U. Mooi. Die is heel leuk. Je hebt dan maar 100 seconden of 100 op de tijd. Ik weet niet precies of seconden zijn. Volgens mij wel, ik weet het niet. Maar dan heb je dus 100 seconden de tijd om een level te halen. En dan moet je er doorheen racen met Luigi. En dan heb je ook de physics van Luigi. Dat hij wat zwevig springt en glijdt en zo. Dat is grappig. Ja, het lijkt me heel leuk. Ik heb hem nog niet gespeeld, maar hij lijkt me wel cool. Je moet daar tegenaan rennen, dan loop je de buis op, zeg maar. Ja. Cool. Oh, ik dacht dat net zoals de net moest ik, kon ik erop springen met een Yoshi. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Als je die schild nu hier gooit, dan gaat hij, kijk uit, hij komt eruit. Als je die, als je dat ding gooit, dan gaat hij heen en weer de hele tijd tussen die dingen. Echt? Zo cool. Ja, zo cool. Maar ik wil weten wat daarin zit. Ja, dat wil ik ook wel weten. Maar zoveel moeite. Misschien Yoshi of zo. Ja. Oh, kijk uit, Monty. What, yo? Zo'n buikschuiver, jongen. Dat is eng. Dat is zo eng. Ik ben vergeten tot je hier glijdt in plaats van echt... Omhoog gaat gelijk. Je kan wel ook een beetje... Ja, langzaam vallen. Ja, net als in... Alleen moest je in Super Mario Bros. 3 moest je tappen. En dan kun je gewoon echt uithouden. Blars, maak ik vind die blars. Nu ik het zo kijk, vind ik die achtergronden best wel lelijk eigenlijk. Ja, hè? Ja, je wel een beetje. Ik had het beter gekund. Ik bedoel, oké, de sterrenlandje van in beneden in Mario Bros 3. Oh ja, als je ondergronds gaat, dan zie je sterren. Dat is heel raar. Same, weet je wel. Maar nu snap ik het. Nu zijn het kristallen. Ja, maar dat zou in die andere ook wel geweest zijn. Ja, dat zei ik nog daar. Ik dacht echt van, volgens mij zijn het gewoon kristallen, weet je wel. Oh, okay. Ja, ik dacht dat ik het zei. Ja. Oh! Tijd drinkt, jongen. Ik dacht ook.
Moet je even wachten tot ja. die... Ik dacht dat Spock rustig mijn tijd kon nemen. Ja, dacht het even niet. Hé! Hey. Ja, je bent snel gegaan. Mee laten scrollen. Dat is ook wel leuk gedaan. Echt gewoon wachten op dat ding. Je mag niet te snel doorheen gaan. Ja, tuurlijk. Toch vind ik, qua platformgebied, vind ik Donkey Kong Country veel vooruitstrevend. Ja. Hoezo? Nou, wat je net zei, dat is van, ja, is wel leuk gedaan, dat je moet wachten op dat bootje. Dat zijn echt zulke standaard dingen. Maar bijvoorbeeld in Donkey Kong Country hebben ze dat soort dingen veel beter verwerkt in het spel. Je zou wel een keer merken als ik hier ga spelen. Ja. Zit veel complexer in elkaar. Maar ook tot het zeg maar nog de achterna komt rollen, zeg maar. Dat weet ik dan weer wel. Dat bijvoorbeeld als je een Donkey Kong Country, tot je soms zo van die tempel dinges en dan zitten ballen. Zeg maar van die hele grote... Of die rat waar die hamster... Oh, die hamsters in zitten. Ja, zoiets. En die komen dan nog achter je echt aan. Als je zeg maar stil blijft staan, rollen ze nog steeds achter je aan. Ook al was die je beeld. Oh, zijn ze buiten beeld? Ja. Oh ja. Ja. Volgens mij is dat zo. En dat is, ja... Dat is best grappig, want dan denk je, oh, hij is kwijt, weet je, ik ben hem kwijtgeraakt. Ja, dacht definitely niet. Ja, dat is wel de logic die je dan hebt, als je dat voor de eerste keer speelt. Ja. Want tot nu toe is dat allemaal zo dus gebeurd, zeg maar. Ik vind het altijd leuk om dan in games dat te ontdekken, van hoe is dat geëvolueerd naar die mechanics. Ja. Nee, vooral, hoe hebben ze dat gedaan? Ik vind het heel interessant. Dat is sowieso interessant. Nu neem je alles voor granted of zo, maar toen de tijd waren dingen gewoon nog niet bedacht. Klopt. Dus dat je een reserve-item daarboven hebt. Dat is ook zoiets. Dat, ja. Bedenk het maar eens. Ja. Dat is heel slim. Het voelt goed. Nou, het gaat lekker. Je hebt gewoon een cape nodig, dat is het. Komt hier een kikkerpak? Nee, kikkerpak, nee. Volgens mij was Super Mario Bros. 3 het enige met een kikkerpak. Zover ik weet. Ik vind het jammer dat we die schoen niet hebben gezien. Ja, die hebben we niet. Nee, die hebben we geskipt. Of niet? Ja, die hebben we geskipt. Ja, we hebben niet gezien inderdaad. Ja. Maar we hebben niet per se geskipt. Ja, we hebben dat landje overgeslagen. Precies, dat level. Soms kan je kiezen welke je doet. En, ja, die hebben we net niet gekozen. Ja, ik weet nog wel één landje waar het misschien zou kunnen, omdat we allebei elkaar de mushroom en dings niet wilden geven. Zeg maar. Het zou best kunnen, ik weet het niet meer. Het is wel grappig hoe er gewoon op dat moment alles tegelijkertijd wordt geschoten. Die bullet bills. Ja, zo cool. 30. De netstand komt dezelfde hoger dan had ik 40. Beetje apart. Hey, je hebt bijna weer bonus game. Hey, ja, je hebt er ook maar nog één nodig. Oh, dus oké. Okay. 99. 99, mooi getal. Volgende kasteel. De muziek is ook wel gaaf. Maar hier is toch waar de Bowser-team als eerste voorkomt, de echte Bowser-team. Kut. Nee. Super Mario Bros. 3 komen zo in voor. Hoe ging die Bowser-team ook weer? Oh, de Bowser... Oh nee, dat is Super Mario 64. Oh, wacht, ik moet even concentreren. ik dacht je als team bedoelde die Koopa's, weet je wel. Als team, maar ik bedoelde Tune. Bedoelde. Ja, Tune. Ja, Team Song. Tune, team, weet ik wel. Ja. Oh, de Super Mario 64 Tune bedoelde. Ja. Ja, die is epic, man. Die vind ik wel gaaf. Die is zo vet. Gaafste. Heel cool. Echt heel spannend ook. Van, ik ben er, ik ben bij de baas. Ja. Maar deze vind ik gewoon heel cool. Beetje klassiekachtig vind ik. Beetje. Ja, wel leuk. Je hebt ook natuurlijk die. Al die Koopa's zijn gebaseerd op artiesten. Je hebt Iggy Koopa van Iggy Pop. Mm-hmm. Ludwig van Beethoven, zeg maar. Daarvan. Echt? Ja. Het is allemaal gebaseerd op artiesten. Ik had dat. Iggy. Ja, ik. Roy? Waar zou Roy van zijn? Roy? Ik weet het niet. Is dat misschien niet de artiest van de Wendy? Wendy heb je ook. Wat nou? Twee, die Leeuwtemmers. Leeuwtemmers? Sigmund en Roy. Roy, is dat muziek? Nee, maar... Het gaat om muziek. Of gaat echt alleen, ja, zijn het echt alleen muziek, maar uit muziek? Ja, gebaseerd op muziek. Ik dacht misschien ook nog wat anders. Oh. Lemmy heb je ook. Waar is Lemmy dan van? Ik weet eigenlijk heel weinig. Is Roy niet van Roy Orbison of zo? Zou best kunnen. Het is gewoon, ja.
Het is leuk om te laten zien. Kan je ook weer terugkomen. Nee, anus. Jouw beurt. Lastig landje, zie je nu al. Geduld. Maar net zoals tot we ze laten zien wie is de Super Mario Bros. 3. En hier zo, van hoe ze er nu uitzien, kunnen we ook de namen erbij geven. Van welke... Ja. Dat is goeie. Ik wist het echt niet. Maar nee, nu, dat is wel zo. Het is gebaseerd op... Waarom? Heb ik vaak de indruk dat dit nummer zo klassiek gericht is. En dan moet ik altijd denken aan Ludwig van Beethoven. De Clash die het spel heeft. Zo leuk. Maar, weet je ook de reden waarom ze dat hebben gedaan? Ah, geen idee. Gewoon waarschijnlijk zelfs gewoon fan van muziek. Vond ze muziek leuk of zo, weet ik veel. Ik geen idee, joh. Oké. Okay. Het is gewoon persoonlijke smaak. Dan hebben ze een goede smaak? Ja, denk ik. Japanners. Zijn het aardig toch Japanners? Nee, ja, zeker weten. Niet dezelfde fout maken. Met dit stukje. Ja. Cool. Tetris lijkt een beetje. Of hoe heet het nou? Ja, Tetris heeft ook wel een beetje iets klassieks. Waar is de assospinning hier? Zeker wat harder. Waar ligt die? Weet je waar die ligt? Ik weet niet waar die ligt. Ga even zoeken, spring door. Oh, wow. Hij is wel heel zacht vergeleken het geluid. Ja, de NES die knalt er echt uit. Het geluid. Het is heel schel ook. Vind ik. Beetje... We doen normaal spelen het op 12 en nu staat hij op 20. Ja, nu staat hij op 20. Groot verschil. Heel groot verschil. Ja. Ligt ook aan het spel, denk ik. Ja. Of gewoon puur omdat de eerste Donkey Kong Country veel harder. Kijk, geluid. Misschien ook omdat het eerste spel is, weet je wel. Ja. Nazi. Moet zeker alleen op hem. Oh. Ja. Anders zijn pekers, joh. Oh. Nou ja, dat was het. Zie je, helemaal niet moeilijk. Zeg toch, die eerste is de moeilijkste. De eerste was echt wat. Ja. Daar is ook het kaffel van de koren gescheiden, weet je wel. Ja. Maar was dit het alweer? Ja, dit was World 3. World 3, oké. Okay. Dus we hebben weer een eitje gered. Nou, dan hebben we weer een... Ja toch, dat doe ik goed. Is dit weer eentje voor weer een leuke video? Kijk vooral verder. Voor World 4. En kijk vooral ook de andere terug, World 1 en 2. Als je niet 100.000 keer. Ja. Spend die shit. Alles. Kijk hem 3000 keer voordat je wacht, totdat je wacht op... omdat je wacht op World 4.